Het haar is in drieën verdeeld. Aan de zijkanten maak ik een opvlecht, waarbij ik alleen aan de onderkant plukjes erbij pak. Eerst gaat de bovenste naar het midden, dan gaat de onderste naar het midden, de bovenste naar het midden. En bij de onderste pak ik een pluk bij, helemaal tot aan de scheiding. Stuur de vlecht de goede kant op, zodat hij steeds bovenaan de scheiding blijft. Het middelste gedeelte vlecht ik vanuit de nek naar boven toe. Ook hier maak ik een drie strenge opvlecht. Aan de linkerkant pak ik er een klein stukje bij, omdat ik de vlecht iets meer aan de linkerkant plaats. Aan de rechterkant pak ik er ook steeds een stukje bij. Dat is een iets groter plukje. Als de haren op zijn voor het bijpakken, vlecht ik hem door helemaal tot in de punt. Leg het staartgedeelte van de vlecht naast de andere vlecht en zet hem vast met schuif- of steekspeldjes. In de nek pak ik alle plukken samen en samen gaan ze in één elastiek. Het elastiek verberg ik met een topsyteel. De topsyteel gaat door het elastiek en gaat een plukje haar om het elastiek door de topsyteel en dan trek ik de topsyteel ook weer door het elastiek. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!